Nou, ik ga uit het boek voorlezen Achtste groepers huilen niet. De schrijver is Jacques Vriends en de uitgever is Holkema en Warendorf. Nou, waarom heb ik dit boek uitgezocht? Nou, ooit heeft een juf dit aan de klas voorgelezen. En wij vonden dit allemaal een heel mooi boek, dus ik dacht, nou, dat vinden de rest van de mensen ook wel. Het gaat over een meisje, Akkie. Dat is een heel spontaan en vrolijk meisje. Maar ze wordt op den duur heel erg ziek. Dat loopt niet zo goed met haar af, maar ik ga een stukje voorlezen in het begin van het boek waar ze nog heel erg vrolijk is. Biggen. Halverwege de pauze kwamen Akkie en Elise opgewonden de klas binnenstormen. Juf, Joep doet weer grof met voetbal, riep Akkie. Die Klojo ging met zijn maat 50 bovenop mijn grote teen staan, net toen ik een doelpunt wilde maken. Joep is gewoon een lomp varken. Juffrouw Ina, die bezig was de namen van de bijzondere dieren in Australië op het bord te zetten, draaide zich om. Een beetje minder mag ook wel, Akkie. Ja, juf, dat zei ik ook tegen Joep, maar het hielp niks, want daarna ging hij biggen. Wat? Vroeg juf Ina verbaasd. Nou, gewoon, biggen. Net als varkens, met je billen naar achteren en dan zo tegen iemand opknallen. Tegen mij dus. Juf keek over haar halve brilletje naar Akkie. Volgens mij kun jij wel tegen een stootje. Akkie knikte. Nou en of, want ik ging meteen terug biggen en toen werd hij kwaad en begon te schoppen. En ik kreeg ook een schop van hem, zei Elise. En Tamara ook. En we zeiden alleen dat hij stom deed. We hebben niet eens gebicht. Juf Ina schoot in de lach. Het is niet leuk hoor, mopperde Akkie. Juf Ina trok haar gezicht weer in de plooi en zei ernstig. Biggen. Ik big, jij bicht, wij biggen, ik heb gebicht. Het bleef even stil. Maar toen begonnen de meisjes ook te lachen. Ik snap alleen niet, ging de juf verder, waarom jullie altijd meedoen met voetballen. Ik vind het zo'n ruw spel. Hé juf, riep Akkie, doe niet zo ouderwets. Je lijkt me oma wel. Ik ben ook al oma, antwoordde juf Ina. Anders ben je altijd zo modern, zei Elise. Als ik aan mijn vriendinnen vertel dat jij al bijna 60 bent en toch hartstikke aardig, geloven ze me niet. Ze zeggen dat alle oude juffen heksen zijn. Oh, dank je. Dan zou deze oude heks na de pauze eens hartig woordje spreken met de dames en heren voetballers. Gaan jullie mee weer gauw naar buiten. En Joep dan? Vroeg Akkie. Die laat je met rust. Dan kunnen we niet meer voetballen. Het is nog maar 5 minuutjes. Zodra de pauze voorbij is, praten we. Vooruit, wegwezen jullie. Verongelijkt liepen Akkie en Elise het lokaal uit. Juf Ina keek na en glimlachte. Op het eerste gezicht pasten die twee meiden helemaal niet bij elkaar. Akkie was groot en voor niemand bang, terwijl Elise klein en tenger was en juist maakte dat ze wegkwam als ze geknokt werd. Verder liep Akkie altijd in spijkerbroeken en in slobbertrouwen, terwijl Elise meestal een rok en een blouse en met daaronder een paar keurige schoenen. Ze mocht van haar ouders ook helemaal niet voetballen. Het gebeurde regelmatig als ze thuis kwam, dat haar moeder met afgrijzen naar haar schoenen wees en riep, kind, wat zijn je neuzen weer kal? Elise moest daarna plechtig beloven dat ze nooit meer een voet op het trapveldje naast de school te zetten. En dat meden ze dan ook nog echt ook. Met de beste voornemens ging ze weer naar school. Maar daar werd ze door Akkie toch weer overgehaald. Je bent keigoed, Liesje, riep Akkie dan, want je bent watervlug. Daarom kunnen we je niet missen op het veldje. Je bent ons geheime wapen.